Hallo mensen, welkom. Welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van Rick uit ingesprek in Gesprek met. We zijn een tijdje tussenuit geweest omdat we de studio verbouwd hebben. Ik ben er super blij mee. En uh, ja, het is uh, in deze nieuwe studio tijd uh, voor mijn nieuwe gast. Um, eigenlijk is het niet echt een nieuwe gast. Deze dame is al eerder in 2020 uh, bij ons op uh, bezoek geweest, op gesprek geweest. En uh, in die tijd uh, hoorden ze bij de kwetsbare groep. Uh, in die zin dat, er was ooit bij haar uh, autisme uh, gediagnosticeerd en uh, via een uh, nieuwe therapie uh, leek het, na een uh, succesvolle therapie leek het alsof een deken van autisme uh, uh, van haar was verdwenen. En toen ik en bekenden van mij met haar in gesprek uh, gingen, uh, sloeg ze klaardere taal uit dan uh, veel mensen in de Tweede Kamer en in de medische wereld en uh, wat er ons uh, is uh, Overkomen in de laatste twee jaar. Um, ja, het, uh, het leek ons enorm leuk om een update te doen uh, met de, deze dame. Om eens te vragen hoe het haar vergaan is. En dat is niemand minder dan Sandra Rijers. Ja, dank, ja, dankjewel. Uh. Hallo. Hi. Hey, leuk uh, dat je er bent. Ik uh, moet even zeggen dat dit ook de eerste keer is dat je zonder begeleiding uh, via de trein gereisd bent. Uh, ja, wel met begeleiding, maar met uh, verlies. Dan was het de eerste keer dat ik helemaal zelfstandig, zonder bekende. Want, de, want degene die meeging, die kende ik eigenlijk ook niet die mij een beetje begeleiden met de trein van uh, eigenlijk van A naar B ben gegaan. Dus het was wel ontzettend spannend. Het was wel echt dat ik dacht van wow, vanochtend op, dacht ik wel, toen ik in het trein. Wow, wow, van, uh, wat gebeurt er nou? Wel... Uiteindelijk toen liet ik even de emoties gaan. En toen uiteindelijk, toen, toen zakte het ook en toen kon ik ook uiteindelijk wel. Ja, toen zat ik op een gegeven moment relaxed in de trein. Ja, want je hebt een enorme jump gemaakt. Ja, mensen weten het uh, niet. Uh, we zullen onderin de video ook nog een linkje doen van ons eerste gesprek, wat we in 2020 hebben gehad. Volgens mij was dat juli of uh, augustus? Nee, no, nee, nee, november 2020. November, november. Ja, 7 november. Kijk, jij weet het. Ja. Dat is heel mooi. En uh, ja, toen was het al voor mij uh, enorm fijn uh, om te zien uh, hoe duidelijk je de dingen ziet. Maar ook de weg die je liep, omdat het eigenlijk een soort symbolisch is voor de uh, uh, gevecht, voor vrijheid. Die jij hebt moeten voeren. Maar ik denk dat ik het je beter zelf uh, mm, kan laten. weten. Ja, eens, hoe is het je gegaan sinds uh, 7 november 2020? Mm, ja, sinds 7 november 2020 was ik uh, toen ik hier kwam, toen als ik eerst nog maar een week zelfstandig, want toen was ik sinds een week had ik mezelf gewoon. Officieus dat ik wegging bij de zorginstelling. Want ik dacht, ik heb er geen zin meer in. En allemaal bizarre regeltjes. En ze bepaalden alles voor mij. En het was echt niet wat, ja, niet wat ik wilde, en zo zeg. Maar en uiteindelijk dacht ik ja, hier word ik niet gelukkig van. Dus sinds eigenlijk 1 november 2020 bepaalde ik van ja, nou ga ik alles zelf doen. En, ja, dus dan heb ik uiteindelijk. Uh, toen twee maanden heb ik het helemaal. Of ja, eigenlijk heb ik het tien maanden zelfstandig gedaan. Maar na twee maanden merkte ik op een gegeven moment van. Dat het even wel moeilijk kreeg en zo. En toen heeft het drie, drie weken, toen in januari 2021, heeft uh, Debbie Stoolze mij toen drie weken even begeleid. Maar toen kreeg zij het in de rug. En toen kwam er een rechtszaak. En toen uiteindelijk, toen, ja, toen leek het hard en niet verstandig om door te gaan bij begeleiden. En toen, um, ja, toen heb ik uiteindelijk, vanaf die tijd heb ik het helemaal ja, weer zelfstandig gedaan tot uh, september 2021. En in de tussentijd is er ook nog te, ja, weer een, zijn er twee rechtszaken geweest. Want eerst was er één rechtszaak. Want die uh, was achter, achter mijn rug. Omdat mijn ouders eigenlijk gewoon uh, besloten dat ik een mentor in bewind was. Maar ik wist daar zelf helemaal niks van. Dus op een gegeven moment toen uh, kreeg ik een week voor de, voor de rechtszitting. kreeg ik uh, een briefje van ja, 25 januari, dan, dan moet je naar de zitting. En dan uh, krijg je een mentor en een bewind toegewezen. En ik was helemaal... helemaal ja, flabbergasted toen ik in één keer een week van te woorden kreeg. Want ze zijn achter de brug om. Hey, zijn ze dan gaan regelen en dat soort dingen. En dat vond, ja, vond ik dus niet zo leuk. Dus toen had ik 25 januari die rechtszitting. Nou, dat was niet echt. Ja, niet echt de fijnste rechtszitting die ik ooit in mijn leven had gehad of zo. Want er werden dingen gezegd die totaal niet klopten. En. En, en ja, ik merk wel dat het me wel raakt als ik erover praat. En ja, ja gewoon... ik kan me wel voorstellen. Want. dan uh, ja. verviel je natuurlijk een beetje dat je in één keer. ...voor een rechtszaak komen en andere mensen willen dingen over je beslissen. Terwijl jij juist al een tijd bezig was met een zucht naar je Ja, je nou, naar zelfstandigheid en, en vrijheid en dat soort dingen. En in één keer toen... Ja, toen kwam dus die rechtszitting en dan kreeg ik twee mensen toegewezen waar ik totaal niks mee kon, uiteindelijk. En ja, ik deed me heen met die mensen, maar uiteindelijk wilde ik er ook gewoon niet mee samenwerken... ...omdat ik had die mentor en bewind niet zelf gekozen. En dus op een gegeven moment gaf ik aan die, aan die mentor aan zo van... Uh, ja, want ik wil mijn advocaat raden aan zo van... Uh, ja, je, je, ja, je mag alleen het gesprek met die mentor aangaan met iemand erbij. Dus ik gaf dan die mentor aan van... Ja, ik doe alleen het gesprek met iemand erbij. Zegt die mentor op een gegeven moment... Ja, dan, dan ga ik terug naar de rechtbank en dan ga ik urethelen aanvragen. En dus uiteindelijk toen... Um, heb ik dus niks meer van die mentor gehoord. Er viel wel een last van mijn schouders of toen die mentor niet meer sprak hm. of iets. Want hij was, die was zo irritant. Die was gewoon... Ja het, was, ja, het was gewoon. Moeten ze de naam ook nog eens even noemen? Of niet? Nee, ja, dat, dat doen we niet, dat is niet ja, okay, heel erg handig. Maar... Je komt er goed vanaf, uh, <laughs> ja, Het was een zij trouwens. Maar oh, het, het was een was... zij ook nog. Nou, goed. Maar het was gewoon niet echt uh, een goede combinatie die ik toen uh, met die, met die uh, vrouw had. Orzo. Heb en... je daar nog last van gehad uh, dat je diegene niet zag of zo? Want is, is dat curatelen mm. nog doorgegaan? Nee, gelukkig is curatelen niet doorgegaan, want in 25 juni kwam er een. Uh, de tweede rechtszitting. En die mentor was dus teruggegaan naar de, naar de rechtbank. Van ja, Sandra werkt niet mee en dit en dat. En allemaal verhalen, allemaal gewoon een beetje lulverhalen. Om zijn verhalen gewoon een beetje aangedikt. En Sandra heeft verkeerde mensen en dat zo eronderheen. En gewoon allemaal, allemaal negativiteit. er kwam echt zoveel negativiteit. Is die rechtszitting van ja, hem Nee, dat was ja, echt heel echt pijnlijk. Er ja, zijn wel de twee pijnlijkste dingen wel die ik heb meegemaakt. Die twee rechtszittingen en zo. Dat ik echt gewoon. En Goede vrienden van mij werden gewoon helemaal onderuit gehaald daar. En dat vond ik echt gewoon. Ja, dat vond ik gewoon niet leuk wat daar gebeurde. Dat maakte me wel verdrietig dat daar wel gewoon. Wat ja. denk jij wat, wat erachter zit? Waarom ze die rechtszaken. Wat wilden ze eigenlijk bewerkstelligen eigenlijk met jou? Ze wilden dat jij. Ja, ze wilden mijn uh, terug in het gereel krijgen. Ze wilden mij gewoon. Uh, ja, ze wilden dat ik weer. Na, na, naar, naar mijn ouders ging luisteren. Ze wilden weer dat ik naar de instelling ging luisteren. Dat was het doel, in feite, van de rechtszitting. Ze wilden, ze wilden me mijn vrijheid ontnemen. Ze wilden, ja, ze wilden me terug in het gereel zetten. Ja. Nou, vertel eens, is dat gelukt? <laughs> nee, Geluk, gelukkig niet. Dat is niet, niet gelukt. Uh. Nou, dat hebben we heb wel goed gefixt. Uh, ja, maar uiteindelijk ben ik zelf toen voor, voor die rechtszitting van 25 juni ging ik zelf gewoon aan de slag. Ik dacht uiteindelijk van. Ja, ik moet toch. Nou ja, ik zal een mentor en bewind, zal ik maar accepteren en zo, maar laat ik zelf van de poppetjes uitzoeken. En dit is gelukt ook? Ja, ik heb in, in twee weken tijd heb ik uh, verschillende mentors en bewind laten langskomen. Allemaal een gesprekje ermee. Ik heb op een gegeven moment tot ik zes gesprekken op een. Uh, ja, op een, op een week of Of ja, twee, twee per dag, zes in drie dagen. Wow, dus keer. je hebt uh, het zelf kunnen kiezen. Nee, ja ik heb al die mensen ik laat langs die mensen gevraagd ben je wakker dit en dat. hoe sta je in corona en hoe sta je in uh, ja hoe sta je er een beetje in en zo zeg maar en vanuit daar had ik dan een beetje beslissingen gemaakt zo van, ja, van ik, wil, ik doe die of ik doe die en welke denk ik dat het me klikt welke denk ik dat het niet me klikt en dan heb ik, vind ik wel gewoon dat ik wel gewoon goede mensen heb uh, gekozen ja ja alleen voor, voordat ik die mensen had gekozen heb ik wel Tien maanden wel zelfstandig gedaan. Want eerst ja, ik had geen wasmachine of iets. Dus ik heb echt de eerste maanden heb ik gewoon echt mijn kleding met de hand lopen wassen. Want ik had geen wasmachine. En dat is wel een lekkere leerkeur. Als je <laughs> ineens helemaal zelf verstaat Ja, het was ook wel heftig. Het was ook wel. Want ik heb ook wel gewoon. ja Het was wel heftig dat je in één keer zo, ja, zo er alleen voor, ja, voor staat. Maar dank, ja, dankzij wel de goede hulp van Sander, het Jan. En Pieter en Miranda en dat soort dingen. Van, zij zij hielpen mij er wel doorheen en helpen mij er nog doorheen. En dat vind ik wel gewoon. Ja, het leuke was dat. Uh, we, je hebt het over Sander, Sander Compagner. Ja. Hij is een van de oudste bekende vriendenbondgenoten in dit verhaal. En hij kwam eigenlijk met jou uh, naar mij toe op de proppen. Hij zegt: er is een dame die moet je interviewen. Want het is echt een heel bijzonder verhaal. En dat is ook waarom we elkaar op 7 november. Hij uh, nee, was Pieter zien. volgens mij. Pieter Stuurman was daar ook bij. Ja. Want je hebt de, niet de eerste, de beste mensen die achter je staan. Hè? Nee, maar ik ben ook wel heel, heel dankbaar of... dat die mensen achter me staan. Want die, die inderdaad, mocht ik mezelf zijn. En ook gewoon. Van, van, ja, voor het eerst mocht ik mezelf erin zijn. En uiteindelijk, van, uit die omgeving waar ik kwam, mocht ik, ja, ik niet echt altijd mezelf zijn. Ik moest, in, moest een bepaalde manier van leven. En uiteindelijk, op het moment dat ik andere keuzes maakte, werden die niet gerespecteerd en geaccepteerd. Maar hm. voor het eerst in mijn leven mocht ik nou ook gewoon van ja mezelf ik word geaccepteerd of ja en ik mag gewoon zijn wie ik ben en dat vind ik wel gewoon fijn ja, nou ja ik moet zeggen als je dan tien maanden je, je eigen ding moet doen ik, als ik kijk naar mijn eigen jeugd ik heb ook wel eens een tijdje gehad ik was heel jong toen werd het huis uitgeschopt ja. van mijn ouders. Ik ouders was dan echt een onhandelbaar kind weet je en dan eh, heb je ook periodes dat je echt af moet zien hè dat je echt gewoon of weinig ja nee, en... daar leer je ja, ik ja, heb ook heel dan weinig je echt heel erg, uh, je mannetjes dan. ja ik daar leer je wel heel erg van het waren die tien van 1 november tot Half september waren wel, was wel een zware tijd, maar uiteindelijk leer je daar wel heel goed. Dat klopt wel. Je leert wel goed jezelf kennen. Ja, mijn vader was een cynische oude marinier die zei: als het je niet kapot maakt, dan maakt het je sterker. En Dan moet je dan blij mee zijn, weet je. <laughs> ja. Nou ja, nu, nu snap ik dat wel, maar toen op sommige momenten dacht ik ook wel eens van: uh, kijk, je zal best wel eens problemen hebben gehad, maar je hebt dat op tien maanden alleen gedaan en nu ja. heb je weer de juiste hulp. Ja, en nu heb ik zes uur in de week heb ik nou begeleiding. Ik heb twee keer anderhalf uur. In één keer drie uur en ik krijg dan ook nog digicontacten bij, die kan ik 24-7, kan ik dan, als het dan onverwachts iets is, kan ik die dan bellen. En dan, ja, dan uiteindelijk, dan uh, ja, kunnen ze mij geruststellen, want ik heb angst, angst en dwangproblemen. En als ik in één keer een angst dan wel krijg, of ik schrik in één keer ergens van, dan kan ik met digicontact, kan, ja, kan ik gelijk dan uh, worden geholpen en zo. Zeg maar. Want sociale contacten kunnen ook niet altijd 24-7 gereed staan ja, en dat moet ook niet ook uiteindelijk. Dat ja. is ook niet, niet goed en niet gezond. Iedereen leeft ook zijn eigen leven en zo. Maar met digi-contact is het ook wel gewoon... Ja, is het ook wel gewoon... Uh, ja, dat, is wel, dat ja. is wel fijn. Ja, want wij in het begin... Ik, ik herinner me dat toen we net een voorgesprek hadden... Toen weet ik nog goed dat je in de, uh, in de aanloop naar ons gesprek op 7 november... Uh, ja. Dat je heel, heel erg veel contact met mij uh, had. Kan je dat nog herinneren? Uh, ja, daarna ook nog wel best veel, ja. Ja, ja nee, ja, dat, het, dat, geeft dat niet, ik. het geeft niet. Maar de mensen zijn ja. wel eens druk en die kunnen niet altijd maar... Ja dat, ja, dat verwacht ik soms wel altijd van mensen. Dan moet ik uiteindelijk van... Ik vergeet soms wel eens... Dat mensen ook een eigen leven hebben en zo, zeg. Want maar dat ik dan zo in mijn eigen ding zit of mijn eigen probleem. En dan denk ik in denk oh ja, een ander heeft ook nog een eigen leven. En ik denk dat een ander, maar dat, dat kan niet altijd en zo. Omdat een ander ook nog gewoon zijn eigen ding doet en zo. Maar ja, dat is wel bijzonder, omdat uh, toen we elkaar de eerste keer spraken. Toen vertelde je dat bij jou uh, was een uh, autisme-diagnose gesteld. Uh, ja. En toen heb je een hele bijzondere therapie gehad, waardoor eigenlijk. Ja, ik noem het de zware deken van het autisme, in één keer wegviel bij jou. Dus nee, ik, de... heb, ik heb dissociatie en derealisatie, en dat is een beschermingsmechanisme, heb ik ontwikkeld door uiteindelijk de trauma's. En uiteindelijk, van, ik ben gediagnosticeerd met autisme in 1992 of zo, toen was ik acht. En toen na de ramp was het in één keer asperge geworden en uh, stoornis van asperge in, in 2004 of zo. En uiteindelijk uh, heb ik door, door mijn autisme ben ik dus ook vatbaarder voor dwangen en angsten en dat soort dingen en daardoor uh, ja en da da door die angst en dwang dat die te veel ja dat is als te veel angst en dwang stapelt hij op stapelt hij op maar uiteindelijk daardoor krijg ik dan uiteindelijk heb ik dissociatie dan gekregen en dat is een verdedigingsmechanisme omdat ik dan ja er zijn in mijn verleden zijn dingen gebeurd die niet heel erg fijn zijn en dat soort dingen en daardoor ga je jezelf beschermen en daardoor krijg je dissociatie en derealisatie en daardoor Lijkt het of dat je dingen vanaf een afstandje ziet? Of dat je dingen vanaf. Door, door een, of dat je door een ja, kokertje kijkt of zo zeg maar. Met dissociatie, deralisatie zie je slechter door. Want uiteindelijk, eigenlijk heb ik geen bril nodig, Want ik weet dat ik het slecht zie door, door de dissociatie en deralisatie. Want toen ik zeven keer EFT had gedaan, zag ik echt gewoon. Zag ik wel weer gewoon scherper en zo zeg maar. Zag ik wel weer gewoon. Uh, beter. En nou is het echt gewoon. Daarom, daarom is het ook moeilijk om zelf van A naar B te gaan door de dissociatie, omdat het wel gewoon belemmerd me. Het liefste zou ik gewoon overal van A naar B zelfstandig naartoe gaan. Dat zou ik zo fijn vinden, dat ik gewoon bijvoorbeeld naar Engeland kon gaan, of naar Rome, of naar Napels. Oh, dat, zou echt, dat zou ik echt leuk vinden, of Londen daar. Nou, nou uh, ja, ik kan me voorstellen. De reis is trouwens het enige wat geld kost wat je rijker maakt, wist je dat? Nee, nee dat wist dat ik niet. Het kost geld, maar je wordt veel rijker, alleen dan in je hoofd. Ja, ja, dat wel door je ervaringen en door je dingen en zo. En dan vind ik uiteindelijk wel het moeilijkste. En ik wil ook wel. Ik zat vano vanochtend in de trein met iemand over, want ik wil heel graag van mijn dissociatie af. Maar het is eigenlijk best, best wel moeilijk want als ik EFT ga doen. Dan heb ik kans dat de klachten erger kunnen worden. Dus dat wil ik uiteindelijk ook niet, maar ze kan het ook wel. Ze kunnen ook wel gewoon oplossen. Maar je moet een goede EFT-therapeut treffen. Dat EFT, hè? Ik herinner me van die tijd dat jij uh, enorme los had. Je wilde uh, in, die, in de video die we trouwens hieronder neerzetten met het interview. Heb je ook speciaal. Uh, ja, bij Ben Manna. Bedank... Bij, bij ben, ben Meijer uit Apeldoorn. Ben Meijer uit Apeldoorn, nog een keer Kudo's <laughs> man. Je hebt het, uh... Ja, die heeft echt wel, hij heeft me wel gewoon wel de goede richting ingeduwd, Want hij liet me zien. Toen in 2019 dat ik meer in me had uiteindelijk. En ik ben toen vanaf 2019 ben ik mezelf aan het losvechten. En uiteindelijk, ja, wel dankzij de corona of zo, is het uiteindelijk gelukt of zo. Uiteindelijk... Lang leven corona. <laughs> Kijk eens, count your blessings. Dus dat is wel gewoon, uh... nou, het heeft ook wel heel veel mooie dingen gebracht die coronatijd, want heel veel mensen klagen wel en het is natuurlijk ook heel beleidig geweest van mensen. Ja. Maar het heeft ook heel mooie dingen bezorgd. Ik bedoel al die mooie contacten met mensen en die, 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 die ja. Nou ja, natuurlijk... eerst, eerst had ik veel contacten, maar helaas van die contacten die ik twee jaar had, zijn er uiteindelijk nog maar drie over. Okay, dus ik, je... ik, had, ik had tien contacten, maar het zijn er nu nog maar drie. Maar ja, mensen dus komen dan... en gaan vaak hè. Het is een stuivertje wisselen de wind staat soms niet naar elkaar toe. Ik heb ook heel veel vrienden en kennissen, maar dan. dan zie je... ja, ik ben ook wel soms wel moeilijk voor mensen ofzo. Mensen vinden me soms wel gewoon van. Ja, omdat ik misschien niet de makkelijkste ben of zo. Zeg maar. En uiteindelijk van als, als mensen eenmaal weten hoe, dat ik, hoe dat ik ben of zo, dan, dan, dan gaat het heel erg goed of zo, zeg maar. Maar als mensen me niet, niet kennen, dan denken ze: oh, het is wel voor een apart? Of wat doet hier? Uiteindelijk ja. Ja, maar mensen die je goed leren kennen, die weten precies hoe je bent. Maar misschien, als je te, te veel op iets leunt. Dan heb je kans dat het wegvalt, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je ja, doseert met ja. mensen. Ja. Dat het voor iedereen te doen is, dat is bij mij ook. Ik, ben, ik heb ADHD. Als ik te veel klets in gezelschap, dan heb ja. iedereen op een gegeven moment, oh, je mondbeurtje. Ja. Dus het is uh, voor iedereen al, heb je wel een diagnose of geen diagnose. Het is met mensen, het zijn soms net mensen. Dus, uh, ja, je, dus je moet wel dingen wel, uh, in balans hebben, je moet wel goed rekening houden met elkaar. Maar ik heb, ik heb nog sinds ik nou begeleiding heb en dat soort dingen. zo. Het eigenlijk best wel goed. Want ik had eerst wat ik best wel kon ik wel doorslaan met appen en dat soort dingen. En nu is het best wel. Ik heb zes weken geleden ook een gesprek gehad of zo, of acht weken geleden. En nu is het best wel redelijk in balans het appen. Okay. Mensen krijgen niet meer 25 ja, een appjes. Uh, een app te <laughs> of <zo. laughs> Ja. Maar daar ben ik wel trots op dat het wel zo, wel zo snel is. Wel gewoon, dat het in één keer bam, het is duidelijk en in één keer lukt het. En ja, maar keer... ja, dat is ook een beetje opgroeien en ouder worden. Hè? Ik bedoel, uh, als jij. Een bepaalde periode lang hetzelfde doet. En je hebt, uh, maar het is me nooit geleerd hoe je op een volwassen manier kan appen. Als mensen mij zeggen hoe ik op een volwassen manier kan appen, dan weet ik het. <laughs> op een volwassen manier. Uiteindelijk van de dus Je moet eigenlijk een boek schrijven. <laughs> ja, handleiding. Appen voor dummies of zo. Weet je? <laughs> ja. Nee joh, maar dat is. Ik denk dat het een metafoor is voor. Voor alle mensen. Voor het opgroeien en uh, ouder worden en leren van dingen. Uh, alleen bij jou heeft het een uh, hinkstapsprong sprong gemaakt in het begin. Uh, ja, je... maar nu heb, nou heb ik ook een soort handleiding bij mij liggen, en zo bij, de, bij mijn telefoon. En zo. Oh, dan mag je, oh, nou, dan een uur mag je dit, oh, dan hier mag je nog een appje. Oké, okay, even wachten, en dan, oh, dan, na 15 minuten mag je dit. Uh. Oké, okay, nou, als dat werkt voor jou, ben uh, dat toch? Ja. ja, dat wel. Ja, en je uh, doet nog steeds bij de andere kant? Uh, ja, ik ben, wel, ik ben nog wel depot, maar uiteindelijk zijn er, er komen er niet meer uh, zoveel. Uh, Kranten ja, met, met dit posa zo, zeg maar. Het is meer nou uh, met de abonnementen en zo. Ja, want je hebt ook een artikel geschreven of zo, klopt dat? Nee, ik heb, geen, ik heb in een krant gestaan oh, in november, gestaan. of nee, december 2020. December 2020. Oké, okay, nou voor de mensen, als je het verhaal van, uh, van Sandra nog uh, na wil lezen. In de december issue editie van de andere krant. Je kan hem nog nabestellen op de site ja dus ook nog en oh je kan ook een abonnement nemen dat vinden de mensen van de andere kant ook leuk als ik dat zeg. maar je zes. kan ook wel gewoon uh... kijk deur Ik moet even die camera uh... oh oké okay. oh. kijk Zo. een vrijwilliger aan het woord ja helemaal helemaal goed Helemaal goed. Hey, uh, Jaan, ik ben blij dat, het, uh, dat je deze mooie positieve ontwikkeling hebt gemaakt. En ik denk dat het, uh, het zal altijd rollen of stilstaan of uh, ja. vooruit een stukje achteruit uh, gaan. Maar dat is met iedereen zo. Dus ja, ik ben super trots ook hoe je, uh, hoe je dat gedaan hebt. Ook die tien maanden. Ik uh, weet nu al wel, uh, welke dingen je uh, daar hebt meegemaakt. Met ja. een enorme leerkurve. En, uh, uh, ja, het ja. was wel heftig die tien maanden. Maar ik ben wel blij dat ik nou, nou van jou en adviescoaching heb ik nou uh... Heb ik heb nou dus twee keer in de week begeleid, één keer anderhalf uur. En van, ik heb een ZZP'er, die komt drie uur. En die helpt een beetje mee schoonmaken en boodschappen doen en dat soort dingen. En die, en die andere, Jodi en Jelke, die doen mijn, uh, me, ja, een beetje relativeren en zo. Want ik ben heel erg goed in dingen groot maken of olifanten en penguins maken. En huh. Uiteindelijk, uh, ja, dat is, ja, is metafoor voor, voor, voor dwanggedachten. Olifanten en penguins. En als ik dan soms ja, een dwanggedachte heb, dan kan ik het zelf niet overzien, of dan wordt het heel erg groot en dan, oh, dan wordt het heel en dan ja dan, dan moeten mensen mij even helpen om klein maken of zo, want ik ja ik ben heel erg goed in problemen denken. Oké. Okay, Veel joh. erg goed in, in, in mezelf vastdenken. Oké, okay. dus uh, het uh, is ja. een hele uh, af Kijk ja, ik, dus. ik kan mezelf kan ik wel goed bewoorden waar ik last van, van heb, maar ik kan het helaas niet in de praktijk wel eens goed uitvoeren of zo, of goed uh, ja, het is een halt toeroepen, alhoewel ik krijg nu binnenkort wel een gesprek met een wakkere psycholoog. En die gaat me een beetje helpen dat ik mijn dwang een beetje onder controle krijg. Want door de situatie nou in de wereld. Uh... Oh, door de situatie in de wereld. Uh... Ja, ik krijg een beetje gewoon meer dwang en angst. Het maakt me gewoon bang wat er in de wereld gebeurt. En ik zou niet willen dat er iets met de mensen gebeurt die mijn me, die me lief zijn en die me nabij staan. Dus uiteindelijk. Daardoor ga ik dan heel erg angst, ja, heel erg dwang en zo. Want dan wil ik een soort van... Ik heb geen controle op de wereld. En met mijn dwang probeer ik toch een beetje controle te hebben over het geheel. Dan denk ik van, oh wat heb ik daar... Ja, een beetje controle heb ik dan of zo. Maar dat is dan fictief, want ik heb natuurlijk geen controle. Maar omdat het zo ongrijpbaar is wat er nou in de wereld gebeurt, zo, zo groot. Je wil, het, je wil het stoppen, of ik wil het stoppen. Ik wil dat het stopt. En ik wil dat mensen wakker worden. En ik wilde gewoon dat het... Ja, ik wil gewoon genieten van de fijne toekomst met de mensen om me heen die ik nou heb. En ik wil gewoon gelukkig zijn en genieten van mijn leven. En ik wil niet, niet onzeker moeten zijn over dingen die mogelijk gaan gebeuren of niet gaan gebeuren. In ieder geval, ik wil niet in angst leven. Dus dat is wel gewoon uh, ja, ja. wat ik eigenlijk wil. En daarom, daarom heb ik een beetje angst en dwang dan gekregen. Omdat ik dan het idee heb van. Ja, ik heb altijd dat ben ik al gevoelig geweest voor angst en dwang. Maar op het moment als er dan stress is of een trigger, dan. dan, dan ja, neemt de ja, stress en dwang en angst dan toe en zo. Dus dat is uiteindelijk niet zo, uh, niet zo fijn. Ja. Nou ja, ik denk dat dat voor iedereen een beetje geldt. Hè? Als, je, als, je, als je iets heel graag wil bijvoorbeeld en ja, ja. je krijgt het niet, dan het enige wat je kan doen om frustratie te voorkomen is door het minder graag te willen. Want dat is het enige wat je zelf in de hand hebt. Ja, ja. Niet dat je het krijgt. En dat is hetzelfde met als je ergens angstig over bent. Je kan een nader het onheil kan je niet. Uh, voorkomen, het komt of het komt niet, ah, ja. maar jouw gedachten erover, bepalen hoe erg je het maakt, De relativeringsvermogen. Ja dat klopt. Maar ja, dat is voor iedereen alleen in welke mate is dat zo. Hè? Ja. Ik ben blij voor jou dat je in ieder geval... Uh... Alleen verstandelijk weet ik ook wel en ik weet van binnen wel dat dingen goed komen, dat er uiteindelijk niks gebeurt, dat het gewoon allemaal goed komt, maar van mijn hart weet het alleen, mijn hoofd moet het nog even indalen, maar het daalt wel steeds beter in, dus dat is wel gewoon wel goed. Uh... Ja, je dus hebt dus hele al... ontwikkelingen doorgemaakt. Ik uh, zou ook heel veel mensen aan willen raden om ook die, uh, met die EFT-kant uh, op te gaan. Ah, ja, over, de, over die huidige wooninstelling zou ik ook nog wel willen vertellen... waar ik dan daar inmiddels al een half jaar weg ben. Die wordt uiteindelijk per 1 juni 2020, 2022 wordt die opgeheven. Omdat uiteindelijk naast mij zijn er meerdere bewoners vertrokken. Omdat ze ook niet tevreden waren over de zorginstelling. En dus uiteindelijk per 1 juni 2022 uh, ja, bestaat... Ja, bestaat de zorginstelling niet meer en gaat iedereen met eigen begeleiding verder, ambulant. Of mensen gaan naar een andere zorginstelling. Omdat ze er niet meer, ja, niet meer kunnen wonen, omdat er niet genoeg begeleiding is of zo. Is dan, dat, even een vraagje. Is dat zo dat jouw idee dat is een soort bezuiniging of zo? Of, nee, nee omdat, omdat, omdat mensen gewoon niet tevreden waren over, uh, ja, over zorg, wilde daar zorg of Mensen waren gewoon niet tevreden over wat er gebeurde en zo. En daarom zijn mensen ontevreden waaronder ik zelf begeleiding gaan zoeken. Want gewoon de begeleiding was gewoon, ik keek totaal niet naar mensen. En het was alleen maar regeltjes, regeltjes, regeltjes. Uit onvrede zijn er dus naast mij zijn er ook nog drie, vier andere mensen weggegaan. En daardoor is het financieel dan niet meer haalbaar. En, ja, en daardoor uh, hebben ze de speel- en zorgwiel dan per 1 juni 2022 opgeheven. En komen de ja, normale mensen gewoon wonen in het appartementencomplex. En de mensen die niet meer zorg hebben, die gaan dan naar een andere wooninstelling. Dus het, het valt eigenlijk heel, helemaal valt het een beetje uit elkaar. Dus naast dat... Alles wat er in de wereld gebeurt, gebeurt dat ook nog eens om me heen en zo. Hoewel zeg maar. ik al een half jaar weg ben, is het ook wel dat ik denk: van, wow, ik hoop wel dat mens, sommige mensen blijven zitten. En zo. Ik hoop wel dat ik niet helemaal daar allemaal nieuwe mensen krijg of zo. Om ja. me heen. Dus dat is ook wel uh, lastig. Oh. Ja, dus, er gebeurt een heleboel, hè? Je levert hoop veranderingen. Ja, dat wel. Maar ja, er breekt weer een uh, goede tijd aan nu uh, voor jou. Want, uh, want waar woon je nu? Je de... Ik woon nog op dezelfde locatie als waar ik uh, twee jaar geleden woonde. Oké, okay. uh, uh, hoe heet dat? Uh, Boterbloem, Zeeland. Boterbloem, oké. Okay. Ja. Heb je het naar je zin? Ja, ik heb wel naar mijn zin. Ik vind het wel leuk. Kijk. Is, uh, en ik wilde, nog, trouw, ik wilde ook nog wel gewoon. Uh, ja, mensen eigenlijk oproepen tot verbinden met elkaar. Het heeft geen... Ik vind het jammer om te zien in de wakker kamp dat heel veel mensen elkaar aanvallen van dit en dat en dit en dat. Wat maakt het uit? Al wordt iemand door de pauze betaald. Laat iemand gewoon zijn ding doen. Laat iemand gewoon van waardeer wat iemand doet. En in feite van alles is, al is iedereen gecontroleerd. Wat maakt het uit? Werk gewoon samen en uiteindelijk heb je hebt elkaar nodig. Je bedoelt dus die discussies die vaak op social media ja. plaatsvinden over mensen met initiatieven en dat ze dan beschuldigd ja, worden van dat ze controle. Bedoel je dat? Ja, ja, dat bedoel ik. En ook dat mensen gewoon, iedereen gaat naar elkaar wijzen en daardoor valt het, valt het wakkere team uit elkaar. En dat vind ik jammer om te zien, want uiteindelijk doordat je samen een front vormt, daardoor kan je pas kracht hebben en zo. Niet doordat je uiteindelijk de een de ander aanvalt, van ja dan gaat er uiteindelijk, dan, dan blijft er niks van het wakkere kamp over. Ja. En denk ook bijvoorbeeld van, van jouw feestje wat je geeft, 17 uh, april. Oeh. Ja, goeie, goed bruggetje voor dat jou. Je moet, het, je moet het eten <laughs> betalen uiteindelijk. Het eten komt niet voor niks aan. Uh, nee, ja, aan, kijk, uh, we hebben allemaal andere dingen bekeken. We hebben het team besproken. Kijk, wij willen alleen maar uh, uh, geld verdienen aan dingen die helzaam zijn voor mensen en voor de mensheid. Uh, ja. Dus je zal bij ons bijvoorbeeld geen reclames voor Coca-Cola zien of zo. Maar nee. ja, we hebben een bedrijf, we hebben een hoop mensen die werken. Dus dat moet op een of andere manier... Ja, en wij hebben daar... een nou, een bedrijf uh, moet ook gezond blijven. Een bedrijf kan alleen gezond blijven als je er geld in pompt uiteindelijk. En ja, geld... precies. Maar goed, uh, uh, je bedoelt dus... Uh, nou, even, ik ga van de gelegenheid even gebruikmaken. <laughs> ja, mensen, 17 april, dan hebben we de eerste, uh, allereerste LNM uh, Media Verbindingsdag. Uh, op die dag hebben wij drie sprekers. Uh, Jan Rijkenboer gaat uh, praten over... Uh, de uh, gevolgen van de Great Reset uh, voor het midden- en kleinbedrijf. Sander Compagne gaat uh, praten over uh, de andere krant en over hoe nu verder. En als laatste spreker hebben we Bob de Wit van Society 4.0 en die gaat ons uitleggen hoe hij de domein heeft gedefinieerd en de groepen en hoe mensen samen kunnen werken om in verschillende interessegebieden samen te werken. Dus uh, ja, dat gaan we doen. Uh, kaartjes kosten 45 euro, dat is inclusief eten. En uh, ja, we hebben daarna ook nog uh, een netwerkgedeelte en uh, we gaan ook feesten, we gaan ook dansen. Jij bent er niet bij hè, met, het dansen, want bent, nee, met ja, de dansen, jij Nee, ja, ik ben er wel. Ik ben er van half vier tot kwart over negen. Ben ik. Maar daarna ga ik met verlies weer terug naar huis. Ah, okay, en anders betreft. ben ik nog, ja, ben ik nog om één uur terug. We gaan het ook live streamen, dus je kan de hele weg <laughs> met de trein dan terug thuis kan je het volgen. En uh, ja, Leed, dat vinden we echt hartstikke leuk om te doen, want er zit nog wel een, uh, wat jij ook al aangaf, er zit een soort onzekere tijd uh, voor de boeg. Ja, ze dus zeggen uh, dat, dat er een hongerwinter de... gaat komen in de aankomende winter en uiteindelijk... De... Ja, hoe het precies ja, gaat ja. worden weet ik niet, maar ik weet wel dat we, vorige week werd bekend dat we 12% minder rijk zijn. Oh, Oké, okay. dus hey, ik vaart... werk ik wel op een boerderij, dus ik kan uiteindelijk wil ik mensen ook gewoon voorzien van eten als ze eten nodig hebben of zo. Dat is nou precies wat Daar vind die... ik uiteindelijk wel van. Ik wil wel gewoon mensen helpen. Uiteindelijk je moet elkaar helpen. Ik heb ook gewoon Sander aangeboden als je eten nodig hebt of zo. Ja, je kan je kan gewoon eten geven of zo. Dan ja, ga je gewoon helpen. Ik wil wel gewoon je moet elkaar helpen. Ja, nee, ik dus hoop, dus... dat heb je heel goed. En uh, we hebben nu twee jaar lang gevochten, en er is uh, heel wijs iemand die zei: echte verandering breng je pas uh, als je stopt met vechten tegen. Uh, het uh, verkeerde, maar gaat bouwen aan het nieuwe. En dat mm. is precies wat wij ook, uh, ook gaan doen. Um, ja, accepteren wat, ja, wat er gaat, ko ja, gaat komen of zo, gewoon op je heen. En het beste ervan verwachten of, of het beste van hopen of ja, niet. mensen ja, geval... met z'n allen de, uh, uh, samenwerken, uh, verbinden, elkaar helpen. Die negen domeinen van uh, Bob de Wit Die gaan onder andere over uh, scholen opzetten, uh, voedselvoorziening. Uh, dat is wel onderwijs. goed van voedselvoorziening. Ja. Maar ja, mensen maar moeten, de... wel, moeten wel gewoon. Ja, goed samen gaan werken. Daarom is het ook belangrijk dat er geen... Ja, gewoon niet naar elkaar wordt geweest in het wakkeren Want ik kan elkaar dan helpen aan eten. Aan eten komen. Maar gewoon mensen bijvoorbeeld... Ik vind het lastig als ik alleen kom te zitten. Dat mensen bijvoorbeeld even een praatje met me maken. Als de stroom uitvalt of als de elektra uitvalt. Want ik, ik, heb, ja, ik heb best wel veel aan telefonisch contact met mensen. Maar als ik niet kan bellen. Ik heb wel, wel mensen nodig. Dus help elkaar. Doe in ieder geval... Wees niet, wees niet elkaars vijand. Maar wees elkaars vriend. Wees elkaars... Ja, gewoon, ben er voor elkaar. Ook al, ook, al, ook al wordt eentje door Pietje, door Jantje of weet ik wie betaald. Het, je moet er gewoon voor elkaar zijn. Je moet elkaar niet veroordelen en niet beoordelen. Nou, ik vind dat je zinnige taal uitstaat. En <laughs> dan een andere mensen die ik ken. <laughs> ja. Hé, hey, ik wilde vragen. Als, binnenkort zou je nog eens terug willen komen voor een update? van Oh ja, bevorstaan? zeker. Dat vind ik, dat vind ik absoluut ja? leuk. Ik vind dat wel gewoon... Ik geniet ervan. Ik vind het superleuk. Dat nou, het helemaal. Doen. dus helemaal afge, afgesproken. Ja. Hé, hey, uh, dankjewel uh, voor je komst. Uh, ja, ik wil je allemaal bedanken voor het kijken. Uh, vond je dit een leuke video? Uh, wil je op de hoogte blijven van de nieuwe video's? Uh, subscribe, druk op het belletje. Uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer mensen.